Even heel zuiver, voorzitter, want ik vind het altijd bijzondere interrupties. Dat iemand naar voren komt, mij woorden in de mond schuift en daarna zegt, wat belachelijk dat u dat zegt. Ik heb het ook helemaal niet gezegd dat er geen alternatief is. Als deze poging van deze vier partijen mislukt, dan rolt de bal gewoon naar de heer Timmermans. En dan moet hij kijken of hij een kabinet kan bouwen. Dat is hoe onze democratie werkt. Ik heb gezegd, op 22 november hebben mensen thuis duidelijk voor een, wat ik een centrumrechtse koers, wat ik dat noem, daar hebben zij voor gekozen. En ik zie het nu op dit moment als onze kans om dat waar te maken. En ik denk dat als wij dat niet waar maken, dat die kans misschien nooit meer terugkomt. Dan kan de een blij mee zijn, de ander kan er verdrietig over zijn, maar dat is mijn constatering. Dat is wat het is. En vervolgens, de VVD wordt niet gedefinieerd door degene met wie wij samenwerken. Dat was nooit zo, dat gaat ook nooit zo worden.